Ja. Het is nu de derde week op rij hè, dat ze de kans kregen om dat promotieticket af te dwingen. Ideale omstandigheden, thuis, tegen een concurrent, dus topaffiche. Ja, het zou mooi zijn voor Patro vandaag natuurlijk. Hè. En nu ook Patro met de hoge druk. Ja, wat is daar gebeurd? Men heeft appel dat de doelman de bal heeft aangeraakt. Terug is achteruit gelopen. En ik denk dat de lijnrechter dit aangaf. Yes. Ja, de doelman opnieuw weg. Ja, dan krijgt hij geel, dat klopt. Dat mag niet. Je mag geen twee maal te vroeg vertrekken. Het is ook gele kaart. Ja, nu gaat hij moeten afwachten natuurlijk. Hè. Of, ja. 1-0. En het is Verbeer. Kist die breed legt. We kijken naar Dijkhuizen met een zeer vele inworp. Richting Gwibby. Jo, die daar... Bentayeb. 2-0. En Ferber, die nu aan 13 doelpunten zit. Eigenlijk 12 officieel, maar het allereerste in La Louvière was ook van hem. En werd onterecht aan Pietermaat toegewezen. Ja, dat klopt. Bentayeb, ja. Ja, die daar alleen op doel af. Alleen op doel. Jawel, 3-0. Ja, dat is het ideale scenario. Ja. Die Bentayeb met zijn snelheid. Tweemaal bedanken. Ja. Dankjewel. Kies met een Nagaroui. En daar, jawel, de 4-0. Ik denk Dijkhuizen. Ik denk dat wij vanaf dag 1 in de voorbereiding hebben gezegd dat... Niet promoveren geen optie was en dat moet je heel het jaar dragen. En als je dat op deze manier doet, dan is dat gewoon fantastisch. Hè. Ik denk dat wij de beste ploeg zijn van de reeks. Op alle vlakken, de statistieken die spreken in ons voordeel. En als je 5 speeldagen voor het einde de klus klaart, ja, dan...